Sibelco maakt al heel wat jaren gebruik van de diensten van de VZW Kemp voor het beheer van haar terreinen rond de groeven, onder andere hier in de Groevedonk. Voor het beheer van dat terrein maken wij dus gebruik van schaapsbegrazing. Op die manier kunnen we dat op een heel milieuvriendelijke manier doen. Ook naar de omwonenden toe is dat eigenlijk een heel aangename beleving ook. We willen daarmee eigenlijk het origineel landschap dat hier was, het heidelandschap, herstellen. En we denken dat dat op die manier goed kan. Schapen die gaan uiteraard het landschap begrazen en die gaan ervoor zorgen dat niet alle plantsoorten op hetzelfde moment eigenlijk gemaaid, begraasd worden. Dus de dieren die nemen eerst de grassen en sommige kruiden. En in ons systeem is het heel belangrijk dat er hier ook een lange rustperiode is. Dus we laten hier niet constant een klein beetje schapen op. We sluiten de schapen op in een klein vakje. En ze krijgen iedere dag of om de 2 dagen een nieuw vakje. Waardoor dat de natuur ook 2 maanden tot 3 maanden terug de tijd krijgt om te groeien, te bloeien, zaad te zetten. We staan hier op een open plek in het bos van de Hoge Vijvers. De bedoeling is om hier heide te creëren. Dus we zien hier enerzijds een geplagde oppervlakte. Dus dat is een open plek van 3 hectare. Een hectare en een half is geplagd. En het middenste vak met het sterkste microrelief wordt via stootbegrazing omgevormd naar heide. Met het grazen zetten we eigenlijk een soort proces in gang. Dus we zorgen ervoor dat de bodem een metamorfose ondergaat. De bodem wordt zo sterk begraasd dat hij verarmt. Dat klinkt contradictorisch, maar er wordt dus niets toegevoegd. De schapen grazen alles die boven komt af tot op de grond. En daardoor krijgen andere soorten planten andere mogelijkheden. Hè. En vroeger waren in de Kempen heel veel heides. En iedereen denkt dat dat via plaggen was, maar dat was door overbegrazing. En hier doen we dat in feite na. Dus dat is weer een oude methode. Maar toch zijn we met duurzaam handelen op een moderne manier bezig. Want vroeger werden de schapen afgevoerd naar de potstal om mest te verzamelen. En hier laten we de schapen op het terrein, omdat we zien dat die mest een soort composteringsproces in gang zetten, waardoor dat die strooisellaag omgezet wordt. En die strooisellaag verteert en spoelt uit naar de ondergrond. En daardoor krijg je ongelijkjarige kieming van de heide, waardoor dat er veel meer structuur en veel meer variëteit is. Plus dat we merken dat veel andere plantjes, insecten, daar veel meer van profiteren, omdat het gegeven wat voedselrijker blijft. En om te leven hebben we voedsel nodig.